Ze woont in Borgerhout. Ze heeft Filipijnse roots. Ze is 22 jaar oud en heeft een passie voor vliegen. Het is Angeline Flor Poua, de nieuwe Miss België 2018. Enkele maanden voor haar verkiezing vertelde ze aan Borgerhout TV waarom ze Miss België wilde worden. Ik doe mee aan de verkiezing omdat ik dit eigenlijk als een kans zie om mijn dromen waar te maken. En dat is eigenlijk om een goed rolmodel te zijn. Niet enkel voor de jeugd of de vrouwen, maar eigenlijk voor iedereen. Angeline is op zijn minst gezegd een opmerkelijke miss. Want ze studeert voor lijnpiloot. Een zware opleiding die bovendien handenvol geld kost. Ik kom niet uit een rijk familie. Ik heb een jaar moeten wachten om aan deze opleiding te kunnen beginnen, want het kost nogal redelijk veel. En ik heb vanaf het eerste jaar tot en met nu verschillende bijjobs moeten doen. En het boodschap dat ik hiermee wil aantonen is dat je je dromen kunt bereiken zolang dat je erin gelooft en ook hard verwerkt. Ja, dat is de eerste keer dat er eigenlijk mee komt. Ja. Wat zegt je? Ja? Ik bedoel van de journalisten. Hè? Ah. Ja. Ah, je hebt al schrik. Het is gelukkig niet de eerste keer dat Angeline een passagier aan boord heeft. Even later vraagt ze aan de verkeerstoren toestemming om op te stijgen. Goedemiddag, ready for departure. Waarom wou jij beginnen vliegen eigenlijk? Ja, de luchtvaart is altijd mijn passie geweest, al van kinds af aan. Ik vind de luchtvaart een heel mooie wereld, zo een dynamische wereld. Van piloot tot controleurs, tot en met flight attendants. Is vliegen even spannend als meedoen aan Miss België? Dat is een goede vraag. Natuurlijk, vliegen, ik ben dat nu heel gewoon. Opstijgen, landen. Maar er zijn altijd nog van die andere factoren die een rol kunnen spelen, zoals het weer of moest je mechanische defecten hebben, zoals vandaag. De batterij die niet gemakkelijk opstartte. Af en toe word je wel een beetje zenuwachtig. En met de missieverkiezing, ja, op podium staan en zo. Maar op dit moment voel ik me toch altijd zelfzeker met wat ik doe. Oscar Uniform, report final. Wel report final, Oscar Uniform. Angeline wil echt laten zien dat de combinatie van een goede opleiding met een verkiezing tot Miss mogelijk is. Dat het mij gelukt is, combinerend met de verkiezing en de opleiding. En hopelijk binnenkort, wie weet, misschien na Miss België, dat ik dan ook een job kan vinden als lijnpiloot bij Brussels Airlines of bij TUI. Of wie weet, mijn droomjob bij Emirates. Afwachten of ook deze droom van Angeline mag uitkomen.